muziek is een wonderbaarlijk iets. Het roert emoties. Mooi, leuk, niet leuk, verdrietig. Allerlei emoties komen erbij langs. En het is heel boeiend om met jonge mensen en met oude mensen die emoties in muziek te laten ervaren, te leren te ervaren. Samen te ontdekken in het ervaren. En dat is gewoon wonderlijk. Dat is mooi. In het dagelijks leven ben ik muziekdocent op een middelbare school in Vught. En bij de scholenkantoren. En dirigeer ik ook nog een volwassen koor. Toen ik daar kwam werken, toen werd aan verschillende kanten gevraagd of ik ook niet wilde komen zingen. Nou, daar heb ik dan na 2 jaar, ben ik ook mee gaan zingen. En ik heb daar heel snel ook gewoon vrienden gemaakt. Anne-Lot Scholten. Anne-Lot Scholten. Isis Selenheid. Gelukkig fijn. Dieter Stoffelse. Goed zo. Chrissy van der Velde. Die was afgemeld. Ik geef les natuurlijk aan een groep kinderen. En let heel erg op het groepsresultaat. Maar dat kan alleen maar. Het groepsresultaat ontstaat alleen maar door wat elk kind doet. En ik heb altijd de allerjongste kinderen. Kinderen vanaf 7 jaar. Om de groep verder te krijgen, moet je de individuen verder krijgen. En ik stuur echt ook individueel. Meer dan bij de repertoire-repetities met de hele club. Laat de kinderen alleen zingen en daag ik ze alleen uit door een deel door ervaring. Maar ook door mijn opleiding heb ik een enorme trucendoos aan dingetjes, opmerkingen, gebaren, voorbeelden om die kinderen individueel verder te krijgen. Soms doe je dat ook wel voor de hele groep, maar het is ook erg individueel gericht. Het is belangrijk dat kinderen jong beginnen met muziek maken. Het gaat zo gemakkelijk, vanzelfsprekend bijna bij kinderen, om dingen aan te leren. Buiten het zingen geef je de kinderen natuurlijk enorm veel tools mee, vaardigheden. Concentratie is belangrijk. Het samen iets tot stand brengen en presteren. Iets moois voor elkaar brengen. De onderlinge saamhorigheid. Noem maar op. Steeds meer blijkt uit onderzoeken hoe belangrijk muziek maken en zingen voor kinderen is. Hoe kun je kinderen opvoeden en onderwijzen? Wetenschap bedrijven, kunst bedenken, idealen koesteren, hoop en liefde gaande houden. Tegenslagen te boven komen zonder inlevingsvermogen, zonder verbeeldingskracht. De werving die wij doen is heel intensief. We gaan naar 30 scholen in Den Bosch en omgeving, waar we de kinderen vertellen over wat we als scholen zijn. En waar we de kinderen de mogelijkheid geven om op school daar een stukje te zingen. En dus al een begin van een stukje enthousiasme te krijgen. Hele intensieve methode, maar waardoor we wel elk jaar eigenlijk een forse impuls krijgen. Omdat we daarmee toch wel tot 20 kinderen nieuw kunnen laten instromen in ons koor. Het kost ons heel veel moeite om nieuwe kinderen te werven. We doen er heel veel moeite voor. Honderden brieven gaan de deur uit om uiteindelijk 20 kinderen, dat is in ieder geval ons streven, per jaar te mogen verwelkomen, nieuwe kinderen.
Ja, het loopt terug. Ik doe dit werk al heel lang. Er zijn jaren geweest waar we inderdaad 25 tot 30 jongens hadden en tot 40 meisjes. Dus we hadden dubbele groepen. Die tijd is voorbij. Het vervult me echt met heel veel trots dat wij elk jaar weer erin slagen om een club kinderen bereid te krijgen om bij ons te komen zingen. Dat vind ik echt super. En zeker ook omdat het merendeel van die kinderen eigenlijk ook helemaal geen binding heeft met, ja, of de kerk niet en ook niet met het koor, niet met klassieke muziek. Dus op de een of andere manier kunnen wij iets losmaken bij veel van die kinderen, waardoor ze zoiets hebben van jongens bij die scholen, daar willen we graag bij zingen.